Hallo, in deze video ga ik jullie tonen hoe je een groep deelnemers toevoegt aan een bestaande LTT. Eens ingelogd in uw project in Mobility Tool, klikt u op het tabblad Learning, Teaching and Training Activities. In het bestaande overzicht van de reeds geregistreerde LTT's kies ik een LTT waar ik deelnemers wens aan toe te voegen en klik ik op het potloodje. In dit scherm krijg ik algemene informatie over de activiteit te zien. De locatie, startdatum, einddatum, beschrijving en zo verder. Als ik naar onder scroll, kom ik bij het gedeelte groeps terecht. Het is in dit gedeelte dat ik mijn deelnemers zal toevoegen. Daarvoor klik ik op de groene knop Create. Op deze pagina kan ik informatie over de LTT terugvinden als ik naar boven scroll. Dat ziet u hier. Bijvoorbeeld, mijn activiteit duurt 5 dagen. Verder naar onder krijg ik een Group ID. Dit wordt automatisch toegekend door Mobility Tool en kan niet gewijzigd worden. Mocht ik wensen gebruik te maken van Force Majeure, kan u dat hier aanvinken. Verder naar onder kom ik bij Sending Organization. Deze kan niet gewijzigd worden. Omdat in een school-to-school project in Mobility Tool is het zo dat de coördinator de activiteit aanmaakt, dus de coördinator maakt de LTT aan, en eens deze aangemaakt is, vanaf dat moment kunnen de partners elk voor zich voor hun eigen organisatie de deelnemers toevoegen aan deze activiteit. Het volgende puntje is Number of Participants. Hier moet ik mijn aantal deelnemers invoegen. Hier kies ik voor 5. Van die 5 kan ik eventueel zeggen hoeveel er special needs hebben of fewer opportunities. Mochten er begeleiders meegaan, dan doe ik dat in dit veld. Het volgende puntje is individual support. Hier moet ik ingeven hoeveel deelnemers wensen gebruik te maken van individual support. Maximaal 5, want ik heb 5 deelnemers ingegeven hierboven. Vervolgens moet ik het aantal dagen ingeven. Mijn activiteit duurt 5 dagen, maar ik heb wel de mogelijkheid om 7 dagen in te geven. Hier mag ik 7 dagen ingeven enkel als ik niet gereisd heb op de startdatum en einddatum van de activiteit. Bijvoorbeeld, als mijn activiteit start op maandag en eindigt op vrijdag, dan moet ik gereisd hebben op zondag en op zaterdag om gebruik te maken van deze extra dagen. In dit geval heb ik er gebruik van gemaakt, dus zet ik hier 7. Als u dat gedaan heeft, zal u merken dat Mobility Tool automatisch de beurs berekent voor deze 5 deelnemers. Verder naar onder kom ik bij Travel terecht. Hier moet ik zeggen hoeveel van mijn 5 deelnemers wensen gebruik te maken van Travel Grant. In dit geval kies ik voor 5. Vervolgens moet ik de Distance Band ingeven. Mocht u de afstand niet kennen van plaats van vertrek tot locatie, moet u gebruik maken van de Distance Calculator en deze kunt u net bovenaan vinden waar mijn cursor aan het ronddraaien is. Als ik de Distance Band ingegeven heb, dan zal u merken dat de Travel Grant automatisch wordt berekend voor deze 5 deelnemers. Tot slot zie ik dat het totaal berekend wordt en heb ik de mogelijkheid om te bewaren, dus druk ik op Save. Als ik dat gedaan heb, ga je merken dat in mijn overzichtje van deze LTT onderaan mijn groep deelnemers, mijn 5 deelnemers, is toegevoegd.